doordat in Haren de buurtpreventie heel actief was. En die wilde, omdat wij bij S vroeger bij Haren hoorden, wilde die ook wel graag in S de buurtpreventie oprichten. Omroep Dommeland Nieuwsflits. Eigenlijk moet dat overal. Buurtpreventie is overal belangrijk. En dat vond die groep in Haren ook. Dus die vond het ook wel goed dat het ook in S zou gebeuren. Jullie werken wel nauw samen met de politie? We werken nauw samen met de politie. Dat wil zeggen, we krijgen adviezen van de politie. Wat we het beste kunnen doen, waar we op moeten letten. En wat dus het beste werkt. Het zijn eigenlijk maar een paar tips die ze gegeven hebben. En wij werken heel zelfstandig. Maar we geven wel alles wat we ontdekken en wat we vinden dat er iets aan moet gebeuren, geven wij door. Niet meestal aan de politie, soms wel, ligt aan wat het is. Maar meestal aan de gemeente. Ja, goed. Laatst was er ook een ruitje ingegooid. Ja. En dan maken we daar melding van. Dit hebben we al een keer gemeld, maar dat schijnt van de school te zijn. Die troep. Tijdens de vakantietijd, of voordat de vakantie begint, wijzen we veel mensen op dat ze de container niet te dicht bij het huis moeten zetten. Maar vooral niet met een laag dak, want dan kunnen de inbrekers heel makkelijk opklimmen en die zijn dan zo binnen. Dus daar proberen we mensen ook op te wijzen. Dit raampje staat open en dat is dus ook niet verstandig. Als er ergens wat langs de straat ligt, aan afval of wat iemand heeft laten liggen, een hoop rommel of wat ze gewoon gedeponeerd hebben, dat moet opgeruimd worden. Of, dus eigenlijk is het een tweeledige taak? Juist, dat is het zeker. Het is tegen inbraken, preventief voor inbraken dus. Maar het is ook overlast die sommige jongeren soms kunnen geven. En het is ook vooral signaleren waar er iets gevaarlijk kan zijn, of waar te veel rommel is, of waar de gemeente even aan te pas moet komen. Een paar losse poortjes en dergelijke. Ja, of wat stenen, straatstenen of tegels van trottoir die omhoog komen. Of wat dan ook. Alles wat gevaarlijk is en wat niet hoort, dat wordt doorgegeven dan. Hier staan die grote kastanjebomen en die bomen die hebben natuurlijk wortels en die komen dan een beetje omhoog. Die duwen de straatstenen omhoog en het was hier dus al gevaarlijk om te lopen, want je kon makkelijk struikelen. En het heeft de gemeente dus helemaal glad gemaakt. De stenen eruit, de wortels weggehaald zoveel mogelijk en dat weer opnieuw glad aangelegd. Dat is keurig gedaan. Koen, je bent coördinator. Wat valt er zoal te coördineren? Met hoeveel vrijwilligers bijvoorbeeld werken jullie? Ja, nou, wij werken op dit moment met 6 vrijwilligers. Dat is eigenlijk nog een beetje weinig. Wij lopen altijd met 2. Maken we wandelingen door S, of dat kan ook op de fiets trouwens. Maar meestal lopen we. Wij proberen ook contact te maken met de mensen die we tegenkomen. En om zodoende ook te horen wat er leeft hier. Wel belangrijk, toch? Lijkt me zeer belangrijk, ja. Want zij moeten weten dat wij er zijn, maar wij moeten vooral ook weten waar men behoefte aan heeft. Lopen jullie altijd hetzelfde rondje of variëren jullie nog wel eens? Nou, we proberen zoveel mogelijk te variëren. We kijken dan ook zo van of we zo vanavond naartoe gaan. En dan is meestal wel vaak het nieuwe gedeelte, zeg maar, waar de nieuwbouw wordt. Waar nog gebouwd wordt, ja. Haventje of meer langs ons café. En hoe is de communicatie met de gemeente? Met de gemeente is de communicatie uitstekend, moet ik zeggen. Als wij iets doorgeven, dat doen we dan via Fixie. Dat is een appje op je telefoon. Dat kan iedereen aanschaffen overigens. Als ik zo brutaal mag zijn. Het is heel interessant. Je kunt dus alles wat je wilt signaleren en aan de gemeente wilt doorgeven, kun je zo via Fixie kenbaar maken.